In verband met Wereldvoedseldag vandaag heeft het ministerie van LVV in samenwerking met de landbouwcoöperatie Quatta enkele goederen gedoneerd aan 4 sociale instellingen. Het betrof groenten, vis, fruit en plantmateriaal. De 4 sociale instellingen zijn Stichting Matuku, Kinderhuis Nos Casitas, de Kennedy School en Huizen Vitaljaren. Ashwin Ramdin, onderdirecteur landbouw van het ministerie van LVV, zegt dat er voor deze 4 instellingen is gekozen omdat zij harde tijden meemaken. Wim Bainat, voorzitter van de landbouwcoöperatie Quatta, zegt dat wanneer het om sociale instellingen gaat, ze wel de tijd en moeite willen nemen hen op Wereldvoedseldag te gedenken. Wij dachten van, ja, liever gedenken wij dan sociale instellingen dan andere instellingen die misschien nog wel het hoofd boven water kunnen houden. Wat groente en fruit betreft, dat kunnen ze dan binnen enkele dagen al consumeren. Maar plantmateriaal, is, ja, die kunnen zij dan ook de grond in doen en dat zelf later oogsten. En de gedachte erachter is dat je de mensen ook dan bewust maakt dat ze ook daar waar mogelijk hun eigen voedsel kunnen gaan produceren. Het hoeft niet grootschalig, maar ja, een eigen moestuintje thuis op je achtererf zou kunnen. Je produceert je eigen voedsel, je weet wat je plant. En men zegt het vaak van grow what you eat en eat what you grow. De tijd is hard. Wij kunnen niet zoveel groenten krijgen zoals en, wij dat gewild hebben. Het is verschrikkelijk duur, je moet ook het geld hebben zoveel om te kopen. Maar de dag gaan we niet zomaar voorbij laten gaan omdat het duur is of wat dan ook. Zeker niet, we gaan de sociale instellingen niet vergeten. Helaas kunnen wij niet zoveel instellingen als voorheen gedenken. Volgens de kinderbegeleidster van Kinderhuis Nos Casitas, Olivia Simpson, is deze donatie heel erg welkom. Groenten hebben we elke dag nodig en het is ook heel belangrijk voor de kinderen hun maaltijd. Ook het plantmateriaal komt altijd goed van pas, zegt Simpson. Met het plantmateriaal, omdat we zelfs ook al beschikken over een moestuin. Dus de kinderen planten op dit moment al. Natuurlijk, ander soort materiaal of ander soort plantenmateriaal waarmee ze kunnen werken, leren ze daar ook veel meer. Dus ja, we zijn heel blij daarmee. Ja. En dan kunnen we dat zeker ook overdragen aan de kinderen. We moeten allemaal met z'n allen beseffen dat er heel veel mensen zijn die niet zelfstandig kunnen beschikken over voedsel. Ik bedoel, zelf om het aan te kopen, je moet ook middelen daarvoor hebben. Ook als je willen planten, moet je ook beschikken over een grond, juist de grond om dat te kunnen doen. Dus besef dat wat je hebt heel erg kostbaar is. En dat je ook, zelf als je te veel hebt, zo, om het maar zo te zeggen, dat je ook een ander kan gaan denken, zeker op deze dag. En zodat ze dat ook kunnen. Een goede maaltijd kunnen bereiden voor hun kinderen elke dag opnieuw. Olivia Simpson, kinderbegeleidster van Kinderhuis Nos Casitas. Zij sprak na het ontvangen van een donatie van het ministerie van LVV en de landbouwcoöperatie Quatta. Het kindertehuis heeft samen met 3 andere sociale instellingen groenten, vis, fruit en plantmateriaal ontvangen. Deze donatie was in het kader van Wereldvoedseldag vandaag. Het thema dit jaar is Change the Future in Migration, Invest in Food Security and Development.